Kjell, allereerst gefeliciteerd. Prachtige dag volgens mij, want als jij rechts van jou kijkt, Gefeliciteerd. Peersman 2026, lijkt me fantastisch om te zien. Ja, echt topgevoel deze ochtend opgestaan. Met een heerlijk gevoel. En ja, laten we er mooie jaren van gaan maken. Heel veel zin Want je zei net, je was vrij vandaag eigenlijk, de in. selectie was vrij, maar dan is het denk ik geen straf om toch hier naartoe te komen. Nee. Zoals ik al zeg, ik stond deze ochtend op met een heerlijk gevoel. Dus ik vond het zeker geen straf om deze kant op te komen. Net tijdens het moment hier met John de Jong, jouw familie was erbij. Ja. Toen zei je vader, dit is Zoals pas te zien, ja. stap 1. Voelt het voor jou ook zo? Ja, sowieso. Dit is een mooie beloning voor het harde werk, maar ja, ik moet nog alles bewijzen. Ik ben nog jong, maar ik moet inderdaad nog alles bewijzen. Ik ben net bij de A-selectie en inderdaad, dit is pas stap 1 voor mijn carrière. Ja, want het gaat volgens mij wel ontzettend hard. En je zegt al, de stap naar de A-selectie gemaakt. Nu een nieuw contract. Je bent ontzettend jong. Je traint hier iedere dag bij PSV 1. Hoe gaat het nu voor jou er verder uitzien, denk je? Ja, dit seizoen is voor mij een heel belangrijk seizoen. Ik ga trainen met de A-kern op het hoogste niveau. Dat is ja, prachtig. En om wedstrijden te spelen bij Jong, zoveel mogelijk fit blijven. Dat is het allerbelangrijkste, zoveel mogelijk minuten maken. Dus ja, ik kijk wel echt heel hard naar uit naar dit seizoen. Als je kijkt naar het afgelopen seizoen, die begon volgens mij de eerste week was fantastisch, maar toen kwam al meteen die blessure. Was dat een dipje in jouw ontwikkeling of zie je dat niet zo? Nee, ik denk het niet, want ik denk dat ik als persoon en als mens daar sterker ben uitgekomen. Dus ja, ik zeg altijd, het is een pad dat je bewandelt en er zijn altijd tegenslagen die je tegenkomt. En ja, dat was er één van, maar ik denk dat ik met de steun van de familie, vrienden en PSV natuurlijk heel goed ben uitgekomen. En ja, dit is echt een mooie stap in mijn carrière. Dan gaan we het niet meer hebben over die tegenslagen. Dan gaan we het hebben over de hoogtepunten. Want wat zijn jouw hoogtepunten tot nu toe? Ja, ik denk wel dat ik vorig seizoen mee ben geweest met de A-kern naar Maccabi Tel Aviv. Dat was echt een topervaring om dat mee te mogen maken in de 16e finale volgens mij dat ze speelden tegen Tel Aviv. En dat we dan nog winnen uiteindelijk is wel, ja, is wel mooi. En dat is denk ik wel een van de mooiste dingen die ik hier heb meegemaakt. Ja. Begint het al een beetje normaal voor jou te voelen? Trainen met de A-selectie van PSV, meegaan met wedstrijden, veel keepen. Nee. Dat is altijd wel iets wat speciaal blijft en is. Ik zeg het, ik ben nog heel jong en ik moet nog alles leren. En ja, daar krijg ik nu de kans voor van PSV en dat is echt top. Ja. Wat is je ultieme doel hier? Ja, uiteindelijk eerste keeper worden van PSV en zoveel mogelijk prijzen behalen en de club bedanken waarvoor ze me nu ja, tot 2026 hebben getekend. Dus daar wil ik wel iets voor teruggeven. Ja.